Zo, een hele goede middag allemaal. In deze video ga ik weer een aankomende dagen snoekvissen. En in deze periode waarbij het lekker warm weer is geweest, zijn heel veel mensen overgegaan naar het karpervissen, naar het witvissen. En natuurlijk zijn er ook droogvissers en die vissen natuurlijk gewoon door in de zomer. En ik daarentegen ben ook daarvan, alleen doe ik het niet zo vaak. Maar in dit geval heb ik best wel weer zin in. Want het kriebelt weer een beetje omhoog, het roofvisseizoen. Dus ik heb er zin in. Jullie weten het, wanneer het wat warmer wordt, dan stijgen de witvissen wat meer omhoog. De roofvissen stijgen ook wat meer omhoog, dus ze zitten eigenlijk zo wat aan de oppervlakte. Dus ik ga vandaag lekker met een klein poppertje, klein kunstaas, oppervlakte kunstaas, ga ik vissen. En ja, hopelijk kunnen we wat mooie aanbeten filmen. Het zal in ieder geval zeker succesvol zijn. Daar ben ik vrij van overtuigd, want ik zit nu bij een heel mooi water waar ik vaak al vis heb gevangen aan de oppervlakte. Dus ik ben benieuwd. We zullen het zien. Dit is dus het resultaat. Een lekkere snoek, echt een groen, echt een mooie kleur. En gevangen dan op de popper. Echt super. Moet je eens kijken. Echt een rover, jongen. Nou, ik voel dat die spanning heeft. En sowieso in de zomer moet je ze heel snel terugzetten, want het zuurstofgehalte is erg laag. En tijdens de drill gebruiken ze echt heel veel energie. Dus we gaan hem meteen weer terugzetten. Lekker. Eerste vis. Ah, nee, hij is losgeschoten. Ah, nee. Shit. Ah, hij is los. Oh nee, dat was een dikke. Shit. Nou jongens, dit is echt niet normaal. Ik heb hier serieus, er schoot een snoekje op mijn aas. Kijk, oh. Er schoot een snoekje op mijn aas en vervolgens knalt er een dikke andere snoek op. En nu heb ik serieus gewoon 2-aan-1 lijn. Of eigenlijk aan 1 dreg. Of ja, aan 1 kunsthaasje hangen. What the f. Nee, dat is echt absurd. Nou, ik ga even kijken hoe ik dit ga oplossen.
Jongens, het kleine snoekje is eraf. En nu hangt de grotere snoek nog steeds aan. Dus dat is top. Ik ga hem even uithalen en dan laat ik hem zien. Kijk eens. Lekkere vis hoor. Super mooie vis. Echt lekker. Deze vis had ik nodig. Kijk jongens, en dan vang ik toch gewoon echt een heel klein snoekje. Op de popper, knal er echt vol op. Lekker. Visje er weer bij. Blijven mooie visjes, hoe groot ze ook zijn. Blijven mooi. Nou jongens, jullie zullen het niet geloven, maar ik sta nog echt een paar, minuten later en er duikt gewoon weer een jong babysnoekje op. En hij had hem echt heel goed te pakken genomen. Maar ja, het is er wel weer één. Yo mensen, we zijn terug. Op zich best wel lekker gevist. Ik doe het graag, roofvissen. Gewoon altijd eventjes een paar uurtjes met lichtspul gaan vissen. Super fijn. Want ja, je bent met weinig dingen onderweg, dus je hoeft ook niet zwaar te sjouwen met allerlei dingen. Mocht je het afvragen, nee, ik gebruikte geen onthaakmat. Nou, hoe onthaakte je dan die vis? Ik onthaakte de vis in het water. Als je de vis in het water houdt en je onthaakt hem dan, dan schaagt hij ook niet. Beter dan dat je hem op de grond legt in het gras of in het zand. Dus op die manier heb ik dus de vis onthaakt. Een aantal leuke vissen gevangen, veel actie aan de oppervlakte en dat zie ik graag tijdens het snoekvissen. Je krijgt vaak lossers in het oppervlakte, maar het is en blijft gewoon echt super om te zien gewoon hoe de snoek in één keer op je aansklapt. Blijft super om te zien. Het is altijd vrij lastig om het op te nemen en zo. Dus, maar in ieder geval, ik hoop dat de beelden best wel netjes zijn. En ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Als het nou zo is, geef dan even een duimpje omhoog. Dat houdt mij super gemotiveerd om meer video's te maken. Wil je op de hoogte blijven van mijn video's, dan moet je even hieronder even abonneren. Nou, dan heb ik eigenlijk nog maar één ding te zeggen. En dat is tot de volgende keer. Laters.